Savakkes. Er zin in. Ik heb er zin in, ze. Weet je, de bedoeling voor mij is de komende 18 minuten is, dat jullie mij wat beter leren kennen. Dus ik vind het ook een goed idee om te beginnen met me kort voor te stellen. Ik ben een beroepsmilitair. Ik had hier een klein applaus verwacht, maar het hoeft niet, hè. Ah, ja. Ik zal mijn leven wel gratis riskeren voor jullie, dat is geen probleem. Nee, ik ben beroepsmilitair, ik ben het leger ingegaan toen ik 16 jaar oud was. 16 jaar. Dat was de opleiding kindsoldaat. Dat was heel populair toen. Sommige vrouwen in de zaal denken, dat was vroeger ook al zo'n mooi manneke, zeg je. Ja. En die opleiding die was in Brugge, in Zedelgem bij Brugge. En ik ben dus eigenlijk op 16-jarige leeftijd van Limburg overgeplaatst, hup, naar Brugge, het verre West-Vlaanderen. En ik moet eerlijk zeggen, dames en heren, dat was een cultuurschok voor mij. Ik had nooit niks anders gezien dan de kerktoren van Diepenbeek en dan in één keer in het verre Brugge. En ik weet nog goed dat we de eerste uitgang hadden en we mochten op stap gaan en ik had een meisje leren kennen van 18 jaar uit Ieper. Uit Ieper, hè. En we mochten een pintje drinken en ze zat naast mij aan een toog en ik was zo de hele tijd over haar benen wrijven, zo. Over haar benen wrijven en één keer zegt hij zo in mijn oor, zo. Je maakt me zot, ga je mee naar buiten? En ik verstond die niet, ja. Ik ben blijven zitten. Het was pas de dag nadien dat ik dat uitlegde tegen een collega uit Kortrijk. En ik weet zijn antwoord nog heel goed. Het is lang geleden, maar ik weet nog zo goed. Ik vertel een verhaal en hij tegen mij... Maar hier is een artele, jongen. Hier is een artele, jongen. Hij moet naar buiten gaan, hè, vent. Ik zeg, naar buiten gaan? Waarom? En dan je leuten met de preuten, jongen. Geweldige tijd beleefd daar. En na uw basisopleiding, wat dat was, moest ik dan zo mijn specialisatie kiezen. En de specialisatie waar ik gekozen heb, is ontmijner. Dus ik ben nu ontmijner van Defensie. Ik haal landmijnen uit de grond, doe er iets mee. Er zijn geen landmijnen meer, dat is eigenlijk wat ik doe. Dus ziet mijn werkdag eruit, heel eenvoudig. Ik neem een jeepje. Ik rijd naar een willekeurig adres in Vlaanderen. Daar bel ik aan. En dan zeg ik, mevrouw... Heeft u last van landmijnen in de tuin? Dan zegt hij nee. Dan zeg ik, dat is graag gedaan, jongen. Ik zeker nu natuurlijk een beetje de draak mee. We doen dat niet in België, gelukkig. Ja, we doen dat in het buitenland. Ik ben naar Libanon geweest, Afghanistan geweest. En de staart dat we die smeelapperij uit de grond halen, ben ik eigenlijk wel fier op. Maar ook Afghanistan, toen ik daartoe kwam, dat is weer al een cultuurschok was er voor mij. Ze hebben mij eigenlijk van Limburg opgelicht en dan naar Afghanistan en ik kwam daartoe. En ik herinner me nog heel goed de eerste beelden dat ik eigenlijk uit het raam van mijn jeep zag toen ik in Afghanistan rondreed. En het eerste beeld, want ik kwam daartoe eind januari, wat ik gezien heb, dat waren kleine kindjes. Hè, en die waren op blote voetjes in de sneeuw aan het spelen. Die hadden geen schoenen en die blote voeten in de sneeuw. En ik dacht, holy shit man, sneeuw in Afghanistan, wie had dat gedacht? Hè? Schokkerend was dat voor mij. Ik heb helaas geen foto van ik die ontmijn, want het is namelijk zo, het is heel moeilijk om een foto van u te nemen als je het ontmijnen bent. Waarom is dat? Is omdat ontmijnen gebeurt eigenlijk 75-80% van de tijd op je twee knieën. En dan krijg je een lange breinaald en dan moet je die in de grond steken. En dan is het niet zo ideaal en opportun om een foto te nemen. Ziet, als ik nu zo hier in het ontmijnen ben, zo, kijk. Ja, pak nu eens een foto van mij, ja, dat is niet... En ik hoor de criticasters denken, ja, maar Jan, ik pak dan een foto van de andere kant. Nee, dan zit je in het mijnenveld. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Het is levensgevaarlijk, moet niet doen. En het is een humorklas natuurlijk. En tijdens de humorklas hebben we heel veel coachings gehad. En een van de opmerkingen tijdens de coachings, wat ik heel vaak kreeg, was, Jan, mensen willen meer weten van dat leger. Ze zijn nieuwsgierig, moet er meer mee doen. Het probleem dat ik zo'n beetje heb, is dat ik weet niet wat jullie zouden willen weten. Ik weet dat niet, ja. Ik zit van mijn 16e leger, dus voor mij is dat allemaal normaal. Maar goed, het mag ook interactief zijn. We gaan een keer naar de eerste rij kijken. Ja, eerste rij, comedy. Ik ga niet dat meisje vragen, want dat klinkt heel fout. Hè. Wat wil jij van mij weten? Ik ga het niet doen. Vlag jij, meneer. Zit zo weg te kijken. Wat is uw naam? Steve. Van waar bent u, Steve? Van Gent. Drie keer raden voor u dat jij gaat supporteren vanavond. Jongen, ja. Goed, Steve, dit is het interactief gedeelte, dus je mag mij een vraag stellen. Het mag om het even welke vraag zijn. Gericht aan een militair. Ik heb twee blunse opdrachten. Ik ben voor mijn 16e binnen en er zijn geen taboes. Wat zou jij altijd willen weten van een militair? Pakt u een tijd, ik heb 18 minuten en ik ben Limburger.
moet je eigenlijk niet fit zijn voor in het leger te zijn. Steve. Heb je nu juist geïnsinueerd dat ik een dikke ben? Eigenlijk wel, hè. En zo subtiel, hè. Ze doen het altijd zo indirect, hè. Al minder dat je... Moet je niet fit zijn voor het leger zitten. Steve, ik heb ook gezegd geen taboe vragen. Dus ik ga je antwoorden, Steve. Ten eerste, ik heb een jeepje. Punt 2. Het is niet meer de 16e eeuw, hè, Steve. Als morgen de Russen binnenvallen, dan moet ik niet een ijzer harnas aandoen van 108 kilogram en de heuvel oplopen, hè, Steve. En ten derde, Steve. Ik heb als het basiswapen FNC 5.56 halfautomatisch. Daar zitten kogels in. Die gaan 900 meter per seconde. IS loopt niet 900 meter per seconde, hè, Steve. Weet wie ook niet 900 meter per seconde loopt, Steve? Steve. Moet je niet fit zijn in het leger, hè. Met wie zeg je hier, Steve? Mag je... Met meneer? Is dat uw partner? Nee, schoon vriend. Niks tegen homo's, hè, Steve. Nee, ik heb graag homo's. Ik vind homo's de coolste mensen wat er zijn. Die blijven tenminste mijn vrouw af als ik in het buitenland zit. Wat is uw naam, meneer? Reggie. Richie. Ik kan toch Reggie zeggen, want ik ben van Limburg, man. Ja. Reggie zit je nu. Ik heb ook die spleet tussen mijn tanden, weet je. Limburg for life, jongen. Nee, jij mocht ook een vraag stellen. Reggie. Of dat ik veel verdien als ik zo'n buitenland zit. Er zijn geen taboe. 18.000 euro, afhankelijk van waar dat je zit. En hoe lang dat je er zit. 18.000 euro. Steve is nu aan het denken, zou je dat allemaal opkopen en niet? Even zitten rekenen, 18.000 euro. 5.000 biekies. Nee, voilà, mensen willen veel weten. Ik weet dat ook, het is een fascinerend beroep. En ik zou ook vanavond met jullie, ja, ik zou er een lied over willen brengen. Ik kreeg die opdracht en dat is een opdracht. En militairen zeggen, ja, geen probleem. Heel kleine nuance wel. In het leger zingen we wel, maar alleen maar een peloton. Dus ik ben op zoek naar een peloton, weet je wel, iemand? Ja, we gaan dat doen en dan gaat echt heel plezant zijn. Heb je daar een beetje zin in? Gilles zit vanaf nu peloton CC De Werf. Zie je dat zitten? Ja. Dat is een beetje triestig peloton, man. Zie je dat zitten? Ja. Oké. Okay. Dat is heel eenvoudig, de luitenant, dat ben ik dus. Ja, ik zing voor en je zingt me gewoon na. Heel simpel. Leger is vaak heel simpel, hè. Ik zing voor, geen zing na. We gaan eens gewoon oefenen, hè. Nee, niet tu-tu-tu, jongens, zing na dan. Jij zou niet voorbij de selectie geraken, niet overeen, Beek, denk ik. Dat ken ik, zeg ze. Dat is het principe, maar ik snap wel dat je hier en daar mist. Het is de bedoeling dat je echt wel in een goede mindset als publiek vanavond. Dus doe eens allemaal de ogen dicht, doe ze allemaal maar toe. Doe maar. Heb vertrouwen, het is veilig. Ik ben hier. Het is mijn job. Doe ze toe. En ik ga je moeten inbeelden dat je in een peloton zit. Je zit militair. Je zit militair, je zit in een peloton en je zit aan het marcheren. Je zit al 6 uur aan het marcheren. En je kijkt voor u, dan zit je die brede, bezweten rug voor u. Met dat uniform aan. En je hebt 2 blaren op je linkervoet, 3 blaren op je rechtervoet. Uw rugzak is zo zwaar dat uw schouder het bloed is afgesneden en dat uw hand al 3 kwartier aan het tintelen is, maar het maakt niet uit. En als je het goed inbeeldt en je zit goed aan het inbeelden, dan hoort je als het ware de boetinnen op de betonkappen. Voilà, en we zitten marcheren. En je kunt er niet aan doen, maar je begint pijn te krijgen. En de luitenant heeft gezien dat je al pijn hebt. En die heeft daar een milke tegen. Die gaat voor u een liedje zingen en instant gaat je luid meezingen. Dat moet niet op toon zijn, moet gewoon heel luid zijn. En als je zo zingt, dan vergeet je alle zorgen, alle pijnen. En zijn we niet daarvoor vanavond hier in de comedyavond, peloton? Het zal wel zin. Mocht je ogen terug open doen, ga je ook in gewijs gaan de tekst op daar zien, mocht het onduidelijk zijn. Zijn jullie gereed? Ja. Links. Links. Stap een keer met de voet op de grond. Doe maar een keer. Doe maar, ja. Kom aan, hè. Harder. Hè. Een beetje een futloos peloton hier. Allemaal zin in de werf. Kom aan, hè. Ja, goed. En we zijn vertrokken, hè. Iedereen luid meezingen. Hey, rock and roll! Hey, rock and roll! Luider! Hey, rock and roll! A little bit of rhythm and soul! A little bit of rhythm and soul! Early in the morning! We staan hier in Cissé de Werf!
Straks zetten we de winnaar in de verf. Wie dat is, dat weten we niet. Maar zeker niet Ilias of Amelie. Het is niet eerlijk, het is niet fair. Het opnemen tegen een militair. Humor Klaas. Radio 2. Dankjewel. Goed peloton. Het is meer het bataljon, maar maakt niet uit. Goed bataljon. We waren in Afghanistan geweest en als militair zijn, als je zo'n buitenland zit, soms zie je daar ook vreselijke dingen. Ik ga er niet op een stoel of banken zitten. En één ding dat ik vreselijk wat ik gezien heb in het buitenland, was een aanval op een Indische ambassade. Dat was een bom dat er ontploft waren. Er waren 65 burgerdoden gevallen. 8 geallieerde troepen zijn gesneuveld in de vuurgevechten daarna. En dat doet iets met uw brein. Dat geef ik u eerlijk toe. Dat doet iets met uw brein. En wat is de bedoeling als militair, als je zoiets meemaakt en je doet iets met je brein, is dat je toch probeert niet weggehouden te worden en toch contact met je eigen maatschappij te blijven behouden. Want anders gaat het terugkomen na 5 maanden en dan is het helemaal loco. Dat is niet de bedoeling. En hoe hou ik dan contact met de eigen maatschappij en de problematiek daar, zodanig dat ik een beetje terug in de juiste setting zit en dat ik niet helemaal verwilder? Ik heb een hele goede bron voor, dat is Facebook. Ja, Facebook, hè. En ik heb zo vandaag een foto meegenomen waar ik in Afghanistan vlak na die aanslag. Dan ging ik op Facebook kijken wat er in Vlaanderen en Limburg et cetera aan de gang was. En dan ging het weer even. Dan kon ik weer terug mee linken aan de Belgische maatschappij en onze problemen. Ja, wat realistisch is als ik terugkom. Ik heb dat hier vanavond voor u meegenomen. Dus het volgende bericht is van Davy. Dat heb ik daar gelezen, Davy. En Davy zegt op 27 juli in Diepenbeek: wanneer komen ze dan nog eens maaien? Verschrikkelijk is mich dat. Nu, voor de niet-Limburgs, mich wil zeggen ik. Dus Davy heeft dat gepost en dat is verschrikkelijk. Je ziet ook dat de foto niet duidelijk is. Dat heb ik expres gedaan. Want ik ken jullie niet en ik wil zomaar niet van die gruwelijke beelden op jullie loslaten. Dus als er nu mensen zijn in de zaal die zeggen: ik heb een gevoelige maag. De nooduitgangen bevinden zich links en rechts achter u. Dat mag. Verschrikkelijk is me dat. Ik was ook even in twijfel, want ik heb de foto gezien en ik dacht, misschien weet ik niet wat verschrikkelijk betekent. Misschien heb ik dat fout geïnterpreteerd, dat woord. Maar ik heb dat opgezocht in de Vandalen. En verschrikkelijk is afgrijzelijk, ontzettend gruwelijk, angstig maken en verschrikkelijk ongeluk, bijvoorbeeld. Dus ik denk, ja, de definitie heb ik wel juist. Hè? Niemand is opgestaan, heeft de zaal verlaten. Ik heb u gewaarschuwd. Ik ga het nu tonen. Voor de kleine mannetjes, misschien even de ogen. Je gaat slecht dromen vanavond. Oké, hier is dan het beeld. Wat volgens Davy verschrikkelijk is. Maar ziet dat eens, ja. Dus we hebben hier gewoon een landweg. En dat gras, dat staat zo hoog. Dat is verschrikkelijk, hè. Ik ben ook niet, nog altijd ben ik er altijd niet goed van, hè, naar dat. Ik heb mijn ambassade zien ontploffen en dan zag ik dit en dacht ik, fuck man. In Diepenbeek hebben ze het ook niet makkelijk op dit moment. Denk ik dan. En nu zeggen, ja Nick, daar heb je weer één beeldingsje, één screenshot van heel Facebook en dat gebruik je dan net om de zaken uit te vergroten. Voilà. Om dat te bewijzen dat het niet zo is, het volgende verhaal dat ik u ga brengen is over de Rudy. En de Rudy is naar buiten gegaan, bij hem thuis, en die heeft er iets vastgesteld en heeft dan daar, aan de hand daarvan, iets gepost op Facebook. En het is gelijk een feuilleton, het is gelijk een film. Het is echt heel mooi. We gaan even kijken wat Rudy met ons te delen had. Opgelet in de Paanhuisstraat. De naderhekken zijn omgewaaid en liggen tor op straat. Tor is geen Limburgs, dat is gewoon spellingsfout, maar Rudy had geen tijd voor het na te lezen. De medemens moest verwittigd worden.
van dit probleem. Er liggen dus naderhekken op de straat en Rudy is het type man dat dan niet zomaar bij de pakken blijft zitten. Rudy gaat naar zijn laptop, logt zich aan op Facebook en post dat zijn medemens verwittigd is. Fucking, applausje voor Rudy. Applausje voor Rudy. En je zou zeggen, hier stopt de mop. Nee, er zijn commentaren. Hier begint het avontuurpasje. De eerste meneer dat reageert en die heeft iedereen in zijn vriendenkring zitten, dat is zo de man van de complottheorieën. Die gelooft het zomaar allemaal niet, hoor. Die denkt een beetje verder na. Want wat zegt onze vriend Paul? Zo hard waait hij niet. Zal wel voor een andere reden omgegaan zijn. Ik denk dat Paul wilt insinueren dat het de sossen geweest zijn, godverdomme. Wie heeft Jezus aan het kruis genageld? De socialisten, godverdomme, hè? Citaat uit Daans, trouwens. Dat is niet van mij. En ik trek het nu een beetje belachelijk, maar er zitten ook mensen. En ook in een film heb je altijd, er is een personage waar je het meeste bij kunt voelen. Zo. Je hebt altijd zo'n personage waar je zegt van, ja, daar heb ik een klik mee. In mijn geval, in dit verhaal, is dat Rita. Want wat zegt onze vriendin Rita? Simpel. In plaats van te verwittigen, ze oprapen en terug terechtzetten. Dit noemt men burgerzing, zegt onze Rita. En dat kan ik snappen van Rita. Dat is, daar heb ik meeste feeling bij. Maar, lieve dames en heren, je denkt toch zomaar niet dat Rudy het hierbij gaat laten met die opmerking. Je denkt toch niet dat Rudy zich laat doen door Rita. Een vrouw van middelbare leeftijd met een wit hondje als afbeelding. Maar een speltje in, dat gaat zomaar niet gebeuren. Dus wat zegt Rudy? Je komt de apotheose, wat zegt Rudy? Burgerzin, excuseer. Kleine pauze. Als jij die kunt rechtzetten, ga je gang. Ongelooflijk wat belachelijke reacties gezien op Facebook. Drie likes van de Rudying, hè. Dus dames en heren, laten we even samen recapituleren wat we net gezien hebben. Er zijn naderhekken omgewaaid. Ja, Paul zegt, volgens mij is de wind niet geweest. Rita zegt, zet dat gewoon recht. En Rudy zegt, dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat zijn naderhekken. En ik denk dan persoonlijk, hoe dat gaat niet. Dat is een naderhek, hè. Ik weet niet of jullie weten wat een naderhek is. Dat is gewoon zo. Hup. Drie verkeersdooi minder, hè. Wat moet je dan doen in je leven voordat je een naderhek kunt oprapen? Bestaat er een of andere cursus bij de BVAB, dat je dinsdagavond en donderdagavond theorielessen volgt, dat er zaterdag voormiddag praktijklessen zijn, omdat de onderrichter willekeurig een naderhek op de grond duwt en dat je praktijk dus moet doen? Dat gaat niet. Maar goed, ja. Het is niet jammer, kommer en kwel. Nu gaan we het over iets leuks hebben. Dat is mijn dochter Kaatje. Dat is mijn dochter Kaatje. Ik heb expres een foto, alle vrouwen. Ja, dus, dat is mijn dochter. En ik heb ze heel graag en ik amuseer me erbij. En we waren aan wandelingen toen. Ja, verleden week was mooi weer, wandelingen toen. En in één keer tegen mij uit het niks. Papa, weet je wat ik nooit wil meemaken in mijn leven? En ik was gechoqueerd door de vraag. Ik denk, holy shit, dat kindje is 5. Maar wat kan er nu al in haar kopje bezig zijn met... Ja, nee. En ik denk, ja, nee, ik wil het wel weten, hè, Kaatje. Dus ik zeg tegen haar, ik zeg, nee, Kaatje, wat wil je nooit niet meemaken? Weet je wat ze zei? Dat ik mijn teenslipper zou verliezen. Ik of you. Dan zijn we goed bezig met de opvoeding, hè. Weet je... Namiddag is die wandeling gedaan, ik wandel in de gang, we komen daar twee geteen slepers, ik heb er eentje op gepakt, weggegooid, want ik moet ze hard maken voor deze wereld, de dames en heren. Niet te soft, hè, die happen, ja. Moet ze hard maken. Ze is ook jarig geweest, ze was enkele weken jarig, we waren haar kinderfeestje aan het voorbereiden. En in één keer, daar kwamen allemaal ideeën, luchtkastelen, prinsessen, toestanden. Ik zeg tegen mijn vrouw, eigenlijk gaan we dat allemaal niet doen. Ik ben een kind van de jaren 80, ik heb geweldige feestjes gehad en dat was er allemaal niet. In de jaren 80 deed je de kinderfeestje wat er voorhanden was in die tuin. Had hij een schommel, ging je 3 uur schommelen. Was er een glijbaan, ging je 3 uur van de glijbaan. Had hij een zandbak, waar de smerig. Ik zei, we gaan allemaal niet doen. En een dag is daar en er komen ze 12 prinsesjes binnengewandeld. 12 prinsesjes, ik zeg, ja, hier is de tuin, speel maar. Na 5 minuten komt er zo een meisje van 5 met zo'n R. Met zo'n R komt hij voor me staan. Ik weeg 102 kilogram, ik ben 1,90 meter. Ze was niet onder indruk. Hè. Zo staat hij tegenover mij, zo. Zeg, meneer, wat is er nu eigenlijk het concept? Ik zeg, het concept is 46. Ik zeg, 46, zeg, mijn schoenmaat. Poef, ga spelen, man.
Nee, het is allemaal niet simpel, en kinderen opvoeden. Dat is geweldig, hè? Dat was hier het concept, hè. Ik denk dat met een tijd erop zit, trouwens. Misschien nog één kleine toevoeging. Vond het leuk? Ja. Ik vond het ook leuk. Voilà. Dit was heel plezant voor mij. Ja, zelfs moet ik naar de vrouw. Dank u wel. Allee, applaudisseer maar een keer, kom. Doe maar een keer. Doe maar een keer, stop. Genoeg plezier gedaan. Voilà, dat waren de drie finalisten. Niet gemakkelijk, hè. Kijk, de jury gaat nu al weg. Voilà, zie. Kijk vlug op zijn blad van Urbanus. Kijk wie dat erop staat, dat weet je. Ja, je hebt je blad omgekeerd, Urbanus. Pas op. Ja, nu helemaal bruin, je gaat er niets meer van zien. Voilà, die dames en heren, dit waren de drie finalisten. De jury trekt zich nu terug. Ja. En, liefste mensen, ik moet nog één ding zeggen. Ze worden niet alleen beoordeeld op deze avond, ze worden ook beoordeeld op een liedje. Ja, dus deze avond is 50%, het liedje is ook deze avond natuurlijk 25%. En, dames en heren, ze worden ook beoordeeld... Ja, ja, echt waar, ze krijgen punten. Hè. Wij doen niet mee met duimpjes en zonnetjes, dat is belachelijk, hè. Wij delen een echt rapport uit, hè, dames en heren. Gelijk vroeger. Toen was het nog goed. Hè, jongen? Hè? Dikke duim, hè? Nee, hè. 10 op 10. Of anders in noek. En werken. Hè? Voilà. Zo gaat dat. Goed. En zij krijgen ook, zij hebben ook radio moeten maken, dames en heren. En ik ga nu eigenlijk al een voorstand geven. Hè. Een voorstand. Een eerste... Ja, hoe noemde dat? Een tussenstand. Een tussenstand. Hè. Maar we gaan... Ja, het is warm, zei ook voor mij. Maar we gaan eerst een stukje luisteren. Een kleine compilatie van de Nacht van de Humor. Ze hebben radio gemaakt. Hier komt het, dames en heren. Radio 2. De Nacht van de Humor. Met Bert Gabriels en de primussen van de humorklas. We gaan een belspelletje spelen. Een belspel. Maar niet de eerste beller wint, maar de laatste. De laatste. Dus dat is de vernieuwing. Ja. Dus niet de eerste, maar de laatste. In de studio bij ons, erbij gekomen, hier aanwezig, de enige, de echte, Han Solo. Applausje, klein applaus. All right, Han. Wow, ja, dank u, dank u. Ik heb de knopjes ontdekt. Heb de knopjes ontdekt? Oh, dat zat er al 4 uur en nu ontdek ik het in één keer. Hè. De goede radio bestaat natuurlijk ook uit goede radioreportages. Amélie, jij hebt iemand de baan opgestuurd om nachtreportages te maken. Heb je iemand gevonden die dat wou doen eigenlijk? Ik heb niemand gevonden dat het wou doen. Dus, dus ik heb het mij lief laten doen. Het is ondertussen 23 uur voorbij, dus ik wil eigenlijk wel eens weten of er nog mensen aan het werk zijn. Elke dag en nacht wordt er door politici hard gewerkt aan onze Vlaamse gemeenschap. Difficile, difficile. Iedereen draagt naar zijn of haar kunnen bij aan een betere maatschappij. Voor de collega's van de meerheid, ik ga even naar het toilet. Maar wie werkt het hardst? Wie geeft zijn of haar alles aan het land? 5.000 euro per maand. Deze drie comedians en finalisten van Radio 2's Comedy Class gaan voor u op zoek naar... de hardwerkende politieker. Ik vind het spannend. Zo, dit was de Radio 2 Nacht van de Humor met de finalisten van de Radio 2 Humor Klas. Ik noem het persoonlijk de beste lichting tot nu toe. We gaan er niet tegenspreken. Voilà. Nee. En nu genoeg geslijmd, want... Je zijt er nog niet, hè, jongens. Nee. Ik heb daar juist naar de radio geluisterd en echt waar, wat een chaos is dit. De Nacht van de Humor met Bert Gabriels en de primussen van de humorklas. Voilà, zie, geef ze een applaus. 6 uur radio hebben ze gemaakt. Na de pauze krijgen we een gastoptreden van onze aller Jens den Donker. En dames en heren, ik ga nu de volgorde voorlezen.
Dus eigenlijk de stand, de tussenstand. Dus pas 25% voor het radiomaken. Op 1 Jannie Knoben, op 2 Elias van Dingenen en op 3 Amelie Albrecht. Zo hebben ze een punt gekregen. Maar ja, dat kan natuurlijk nog veranderen, want er komen nog heel veel punten bij. Oké, een leuke pauze en binnen 20 minuten zien we elkaar terug. Tot straks! We gaan de spanning opbouwen. We gaan eerst de 3 kandidaten, finalisten, oproepen. Dan komen de 2 vertegenwoordigers van de jury. Die willen op het podium staan, namelijk Urbanus en een vrouw. Dus dames en heren, mag ik in volgorde van optreden de mensen op het podium vragen. Amelie, Elias en Yannick. Jullie gaan mooi op een lijn staan. En dames en heren, ik zou ook die mensen gewoon ongeacht of ze nu gaan winnen of niet. Alle 3 hebben ze een fantastisch niveau getoond, dus geef ze gewoon een applaus. Geef ze een applaus voor wie ze zijn en wat ze gedaan hebben. Ze zijn bezig van februari, ze hebben meer dan 10 workshops gevolgd. Ze hebben radio gemaakt, ze hebben geïmproviseerd, ze hebben van alles gedaan. En ze hebben godverdomme een lied gemaakt en ze waren gewoon amuzikaal. Dus geef ze een applaus daarvoor. Voilà! Ik wil jullie als workshopgever alvast bedanken voor jullie enthousiasme. Jullie hebben dat fantastisch gedaan. Echt waar. Merci. Voilà. En nu ga ik de jury oproepen. Dames en heren, hij is een man van 68 die niet kan stoppen met comedy. Maar toch het nog altijd fantastisch doet op onze Vlaamse podia. Hij zit nog niet in een rolstoel. En daar zijn we blij over. Want het zou heel spijtig zijn moest onze peetvader seniel worden. Maar dat is hij nog niet. Dus dames en heren, onze juryvoorzitter Urbanus. En zijn bevallige assistente Maaike Kafmeijer. Zo. Ik geef jullie nu allebei een micro. Wij gaan een spannend muziekje opleggen en ik laat het nu aan jullie over. Dankjewel. Ah, wil je? Ah ja, en moeten wij op die spannende muziek het wat doen? Of? Ah, hier spannende muziek. Ah ja. Je staat zoeken op zijn laptop. Dat is hier slecht georganiseerd. Anders hadden we niet meegedaan. Wow, dan lullen wij dat wel vol. Hè. Ik heb 4 jaar moeten blijven zitten in het eerste studiejaar. En nu ben ik hier voorzitter. Je moet het maar doen. Hè. Maar allee, dankzij... We waren met 12 juryleden, maar er zijn er van 10 gaan lopen. Die hebben schrik om klop te krijgen van al die dat niet gewonnen hebben. En ik moet alleen maar mijn buik staan in trekken. Maar hij zat daarmee gestopt. Ik sta hier mijn tetten in te trekken. Oh, jongens, toch. Okay. Allee, moeten we het zeggen, Paul? Ah, oh, excuseer. Elias. Oh jongens, ik kan maar beter de juiste zeggen. Ja. Van waar gaan we beginnen? Vanaf nummer 12 of nummer 10? Nee. Doe maar. Ah ja. Ah, wel ja, we hebben dus 3 minuten moeten discussiëren en 20 minuten zitten drinken. Nee, het was een moeilijke keuze tussen 2. En dat was vooral tussen Amelie en Yannick. Sorry, Elias, je hebt dat goed gedaan, maar ik zal zeggen... we zijn er nog niet. Hè. Amelie die heeft ons direct verbaasd door... Allez, een vrouwelijke, haar universum. Ja, een vrouwelijke stand-up. Allez, er zijn er wel meer en meer. Maar het was super origineel wat ze allemaal deed en zeer, zeer eigen.
En toen moest Elias daar achteraan komen. En dat was een beetje moeilijk, omdat ja, Amélie viel zodanig hard op dat jij iets minder hard op viel. Dus het is hard wat ik zeg, maar het is zo dat ik het meen. En ja, dan kwam onze boswachter. Die heeft ons ook allemaal omver geblazen. Ja. En, ja. Ah, ja, niet, hè. Ja. Ja. Ja, met woorden toch, hè? Ja, ja, maar wat dat vooral raakte was... ik vond vooral de power... Maar ja, dat is niet moeilijk als je zo'n boom van een vent zet. En bij Amélie was het zo'n beetje... ik excuseer mij dat ik hier achter die micro sta. Je mag wel wat luider brullen, want uw grappen zijn wel echt zeer goed. Maar wat we vooral goed vonden van Yannick... We weten allemaal, een militair die daar in Afghanistan... Ja, je ziet daar wel wat andere dingen dan netels op de weg. En je hebt dat subliem gebracht. Wat zeker subliem was, dat was dat we niet verschil zagen tussen bloederige toestanden in Afghanistan en dan die dingen. We weten dat allemaal wel van het nieuws. En je hebt dat zeer subtiel gebracht. Ja. En ook het feit dat je nog 2 uur kost verder lul. Dat is ook ongezien. Oh, ja, maar ja, de helft van het publiek is dat eerste kwartier al vergeten na een kwartier. Dus je kunt altijd hetzelfde terugvertellen in Aalst. Ja. Ja, dus moet hij nog zeggen eigenlijk... je moet de volgorde nu bekendmaken, hè? Ja, ja, Urbanus ja. Van Anus. Ja. Oh, wel, ja. Op drie is dan eigenlijk Elias uitgevallen. Ja, ja. Ja. Oké. Maar ja, dat is mooi, hè, want... met een Tweede Wereldoorlog. Hitler die was toch tweedes? Hij had verloren, maar hij was toch tweedes. we hebben... Tada! Allee, jij mocht dan de nummer 2 aankondigen. Dat is, Ja. Met toch een beetje pijn in het hart. Ja. We moesten kiezen tussen een vrouw en een Limburger. Maar Amélie, je bent toch gestrand op de tweede plaats. Ja, maar Amélie... Het was echt heel net. Het was millimeterke. Ja. Qua humor was het alle twee even straf. Maar ja, onze beroepsmilitair had wel iets meer podiumpresence. En misschien meer volk omgekocht in de zaal, dat kan ook. Ik weet het niet. Nee, maar de winnaar van vanavond is dus Yannick, onze... Ja. Ja. Woe! Geef een applaus voor de 3 finalisten, dames en heren. Amélie, Elias en winnaar Yannick Noven. Witte finale van de Humorklas 2018. Mag ik ook nog een applaus voor de jury? En ik zou ook het cultureel centrum van Aalst willen bedanken. Radio 2, Sabam for Culture en de Hofleveranciers. Merci, dames en heren. En tot binnen 2 jaar. Tot ziens.